Dus nu ga ik deze break game uit elkaar halen. Ik heb natuurlijk een schroevendraaier mee. Ik weet niet of dat goed zijn. Hopelijk van wel. En deze keer probeer ik deze uit elkaar te halen. En dan probeer ik hem in elkaar te zetten. En hopelijk doet het. Want ik heb heel lang op gespeeld. Zullen we beginnen? Oké, dus ga ik heel even bij de achterkant zitten. Ik ga heel even de batterij eruit halen. Deze die zit heel lang in mijn, tas gezeten. Nu de tweede. Hopelijk doet hij het nog. Als ik hem uit elkaar heb gehaald. Ik heb eigenlijk, om eerlijk te zeggen, ik heb nog nooit een break game uit elkaar gehaald. Ik wou wel iets uit elkaar halen en een Game Boy uit elkaar halen is best. Game Boys zijn ook best duur, snap je? En, yes, ik heb ook uit. Oeh, man, het wiebelt al een klein beetje. Ik heb de bal. Super makkelijk om dingen uit elkaar te halen. Misschien als mijn gamer het wenst, dat speel ik heel vaak. Dus ik wil echt niet zo'n duur ding. Dat ik heel veel heb gespaard. Misschien gaat hij wel kapot. Oh yes. Ik zie YouTubers die doen. Ik dacht, ja, ik kan het ook, alleen dit is mijn beginner ding. Strookjes ga ik ook nog andere dingen, computer dingen, uit elkaar halen. Ik doe normaal dingen, alleen nu ga ik meer over computers denken. Er komt soms, kijk, dus, de laatste tijd doe ik meer computer dingen en daarna deed ik meer animatie dingen. En daarna deed ik zelf nog goocheling, daarna deed ik heel veel andere dingen uit elkaar. Dus dat ligt aan wat voor tijd strakjes vind ik dit ook weer een beetje saai. Dan ga ik ook over iets anders weer YouTuber. Oké. Oké. Hoor het er nou uit kan halen. Of is het gewoon tegen elkaar ge. En een beetje eruit klikken. Oké, dus dit is het resultaat. Niet veel en ik. En een Game Boy zit denk ik veel meer rare dingen. Alleen best cool. Hopelijk maak ik het niet stuk.
Maar ik ben echt heel nieuwsgierig. Kan ik dat nog? Kijk, zoveel was. Dus ik heb. Maar ik geef nog niet op. Straks moet ik al. Ik moet alles goed onthouden, anders zet ik het verkeerd in elkaar. En dan heb ik misschien. Tot nu toe heb ik nog niet veel kunnen zien, dus. Dit was. Ik probeer het uit elkaar te halen, ja. Yes, eindelijk. Oeh, yes. De scherm. Als je heel veel over Brick Games weet, dan weet je wel wat een Brick Game is. Hè? En ik probeer het niet te beschadigen, dus nog schroef je eruit. Dit zijn de buttons. Jullie kunnen denk ik niet zien op camera. Dus het. Ik ga het weer in elkaar zetten. Hopelijk doet hij het nog. Heel erg hopelijk. Ik doe alles super voorzichtig. Oké, dus eerst de kleine schroefjes. Eigenlijk, oh, ik heb hem eindelijk in elkaar gezet en ja, ik heb de batterijen nog niet ingedaan, want ik wil wachten tot het nog werkt ofzo, want ik ben nog heel spannend. Hopelijk werkt het, hopelijk zijn er geen glitches geworden door mij en er is eigenlijk niet veel in deze, de meeste is hol en zo lukt de batterijen. Dit zijn de batterijen die erin waren. En ik ga ze er ook nog in stoppen. Ik ga denk ik ook nog een video maken. Dit is een beetje vies. Dan ga ik. Ja, dat kan je niet goed zien op de camera. Ja, ga ik in een soort van een beetje schoonmaken. En zorgen dat alles goed werkt. En misschien ga ik ook nog een video maken met mijn broers. En Brick Game. En dan ga ik deze Brick in. En dan eigenlijk maak ik mijn eigen kleur Brick in. Dus de achterkant is dan mijn broers Brick Game. De voorkant is denk ik mijn Brick Game. Dan mixen we ze van de Brick Games.
Alleen moet ik eerst vragen aan mijn broertje. Ik ben de oudste. Oké, dus doe de batterij erin. Oké, waar is min? Min, oh nee. Zo. Dat is goed. En dit is dan goed. Goed, doet het. Uit. Dat is de tekens die er nog doet, dus ik weet bijna zeker dat hij het doet. Oké, heel even. Wil even een klein spelletje spelen? Oh, het is een beetje... Start. Ik heb heel lang niet opgespeeld, want ik speel namelijk op mijn Game Boy. Oké, ik doe maar uit. Zo jongens, heel fijn dat je kijkt. Deze Game Boy die doet het nog helemaal. Ik kan het thuis ook doen. Bij de volgende video dan ga ik denk ik een klein beetje een was nemen. Doe ik een klein beetje wassen. Dan kan ik het, dan is het zo heel erg nieuw en er zitten geen vlekjes op. En iemand in mijn klas die wil ook heel graag een nieuwe game. Die zag bij de kermis een nieuwe game en die wou hij super graag. Alleen die had hij niet. Dat was, doei en alsjeblieft geef een like. En als je meer van die leuke video's wilt zien van mijn animatie, mijn goocheltrucken. En ook andere veel leuke dingen. En computerachtige dingen. Dat is allemaal op mijn kanaal. Abonneer en like. En alsjeblieft like ook bij subscribe ook bij BMNX Game. Hij is mijn vriend en hij zit in mijn klas. Dus eigenlijk een soort van... Ja, weet ik niet. Alleen alsjeblieft, geef een like en tot ziens.